Mooi dat je kijkt naar deze laatste uitzending van Café Galgenwaard van dit seizoen. We gaan terugblikken op het 53ste onafgebroken seizoen van FC Utrecht in de Eredivisie. Maar hebben uiteraard ook aandacht voor de 18e uitreiking van de Davy Di Tommaso trofee. We gaan het erover hebben met Marianne Wertler, moeder van de club. Voorzitter van de supportersvereniging van FC Utrecht, Teun den Hartog. Ook van de partij, Alexander Prent, spelersbegeleider van de buitenlandse spelers. Heeft dus ook veel te maken met Taylor Boet, Vasilis Barkas en onze topscorer, Tasos Doufikas. Martin van Loo vandaag niet van de partij achter de bar. Daarom wel Henny en Leni, leuk dat jullie er zijn. Vaste gezichten in het home op de Bunningside. En Marcel van Wolferen, toch wel de encyclopedie van de club, is ook van de partij. We gaan beginnen aan Café Galgenwaard. Ja, mooi dat je kijkt naar Café Galgenwaard. En het is vandaag niet zomaar een dag, de dag waarop we Café Galgenwaard opnemen. 30 mei is namelijk de verjaardag van onze doelman Vasilis Barkas. En daarom even een applausje voor die man. Jongens, 29 jaar is hij geworden. Raka. Congratulations. Prima. Dankjewel. We have to say, Singanitiria. Singanitiria. Almost, almost. Ja, close. How do you feel to celebrate your birthday also here in Café Galgenwaard? Ja, I'm very happy. And I want to thank you for the invite. And I want to see how it is here. And it's nice. Yeah, good to hear. Marianne, ook hartstikke leuk dat jij weer van de partij bent. Hoe gaat het met je? Een paar maanden zonder jouw geliefde FC. Jazeker. Het gaat hartstikke goed. Natuurlijk mis ik af en toe de club nog wel eens. En daarom was ik ook laatst bij de uitreiking. Vond ik echt een hele mooie eer om dat te mogen doen. Voor de rest gaat het goed. Samen met een vriendin ben ik bezig eigen praktijk op aan het zetten. Een holistische praktijk. Daar gaan we nog meer van horen en dat gaat heel goed komen. Ja, maar 30 jaar bij FC Utrecht is toch niet niks, hè? Zeker niet niks, nee. Teun, hoe gaat het met jou? Om even met de deur in huis te vallen. Een paar weken geleden natuurlijk de uitreiking van de Davy Di Tommaso trofee. Is dat voor jou toch wel het hoogtepunt van het seizoen? Dat is voor de supportersvereniging zeker het hoogtepunt van het seizoen. Het is toch altijd heel mooi om te zien hoeveel supporters daarop reageren. En hoe er vooraf gespeculeerd wordt op het internet. Alhoewel dit jaar was de nummer 1 toch wel met afstand en was ook wel snel bekend. Ja, over die uitslag gaan we het zo meteen zeker nog hebben. Hoe heb je het seizoen eigenlijk beleefd? Af en toe gebeurde natuurlijk wel wat dit seizoen op het gebied van supporterszaken. Ja, eigenlijk gaat het met de supporters van FC Utrecht natuurlijk best wel goed. Kijk, de wedstrijd is stilgelegd en de twee laatst met een bekertje bier. Maar toen werden er geloof ik 8 of 9 wedstrijden stilgelegd. En voor de rest is het eigenlijk best een goed seizoen, ook voor de supporters. Ik vind volle uitvakken, alle lof en heer voor de supporters die daar toch iedere keer naartoe reizen. Dus ja, voor mij wisselende hoogte- en dieptepunten. Maar goed, al met al hoop ik dat we de play-offs heel goed afsluiten. Het is moeilijk om er niet over te praten, want die play-offs op het moment van uitzending in volle gang zijn. Ja, maar het zit bij ons wel als supporters diep. We hopen dat het natuurlijk vanuit is. Voor ons kerst op de taart dat we Europa in kunnen. Ja, want tot het seizoen 2005 heette dat, die hele ceremonie aan het einde van de laatste reguliere wedstrijd van het seizoen in Stadion Galgenwaard, natuurlijk de Speler van het Jaarverkiezing. Maar sinds 2006 uiteraard de uitreiking van de Davy Di Tommaso trofee. Op de derde plaats is de seizoen geëindigd. Sander Keller. Dave van den Berg. Veruit de meeste stemmen, onze eigen aanvoerder, Jean-Paul de Jong. Technische, medische staf, spelers, deze jaar weer terug overhandigen aan eerbetoon, aan jouw steun en gezien voor jouw familie. Mooie beelden van de Davy Di Tommaso trofee door de jaren heen. Van het prachtige borstbeeld op de Bunningside tot trotse spelers met de prijs die ze in ontvangst hebben genomen. Het hele gebeuren van Davy. Heeft het inmiddels een beetje een plekje gekregen? Bij mij of bij de club? Of? Bij jou? Ja, bij mij zeker ook. Ja, zeker. Een hele mooie plek heeft dat gekregen.
Iets zo heftigs, eigenlijk ook iets heel moois opgeleverd. Ik ben natuurlijk 2 keer per jaar kom ik bij Audrey. Ze is een van mijn beste vriendinnen geworden. We zijn een soort zusters. Gaat het nu goed met haar? Het gaat heel goed met haar. Ja, zeker. Noah ook. Voetbalt ook heel, heel goed ook. Gaat goed. En ja, ze hebben een mooi gezin ook. Met natuurlijk Miguel en Mae erbij ook nog, een dochter. En ja, zeker elk jaar als ik daarheen ga, gaan we ook altijd naar... even naar de begraafplaats en even kijken waar hij ligt. En dan gedenken wij hem ook. We huilen en we lachen daar. Ja. En hij heeft een mooi plekje. Ja. Ja, want de 27e van november 2005 speel je die wedstrijd tegen Ajax. Win je. De 29e komt David te overlijden. Dan heb je de 11e, een paar dagen later, in december weer die wedstrijd tegen Groningen. En vervolgens die tegen Willem II, waar uitgerekend Joost Broersen die goal maakt. Dat is een script, dat kan je van tevoren niet schrijven. Dat is, ja... toeval bestaat niet, zeggen ze dan, maar dit was wel allemaal het was wel een puzzel die in elkaar viel. En natuurlijk, ja, de oorzaak is natuurlijk ja, is een diepe kras in de club, maar ja, hoe het daarna is gegaan en hoe we het nog steeds doen, vind ik. En ook nog steeds de verstandhouding met Audrey en Noah, dat is echt geweldig. Hoe stond, kijk ook een beetje naar de bar, Henny, Leni, kijk naar jou Marcel, hoe stond hij eigenlijk bekend als mens en als voetballer? Ja, hij was de rots in de branding. Hè. Hij werd gehaald voor Zwaanswijk. En ik denk dat als hij niet was overleden, dat hij toch wel dik de 100 had aangetikt. Ja, hij is nu op 54 blijven hangen. En ja, het is toch een groot gemis voor de club. Ja. En Teun, hoe stond hij als mens bekend? Nou, dat is zeer geliefd. Want ja, hij was toch ook een van de spelers die uit zichzelf wel eens naar het supportersom ging. En dat werd natuurlijk door de supporters enorm gewaardeerd. En ja, hij wilde heel graag het contact met de supporters hebben. En ja, dat vergeten supporters niet en dat voelen en dat zien supporters. Dus bij de supporters echt zeer, zeer geliefd. Ja, en ik ben ook wel even nieuwsgierig, kijk ook een beetje naar jou, Marian. Aan het eind van het seizoen hebben we altijd die David Di Tommaso trofee uitreiking. En er wordt luidkeels van die Bunningside David Di Tommaso gezongen. Maar er staan er ook heel veel jonge jongens tussen die dat helemaal niet hebben meegemaakt. Hoe wordt dat van op generatie doorverteld? Dat wordt denk ik gewoon van generatie op generatie, wat je zegt, doorverteld. Dat zit zo diep bij de echte supporters van FC Utrecht. Zit dat zo diep dat dat gewoon altijd doorleeft. Ja. Ja. Martin van Loo, onze barman van Normaliter, die vandaag helaas niet van de partij. Maar maakt wel gebruik van de gelegenheid om gewoon een mooie item te maken voor zijn rubriek History met Martin. In 2005 overlijdt David Di Tommaso. De supportersvereniging Tasos was echt een lichtpuntje dit seizoen. David leeft altijd voort in onze harten en de uitreiking van deze trofee houden wij altijd in ere. De David Di Tommaso trofee, de nummer 4. Mooi man. Zo was dat. David Di Tommaso, de eeuwige nummer 4 van FC Utrecht tot 2005. Dus speler van het jaarverkiezing, maar vanaf dat moment 2006 de David Di Tommaso trofee. Nu vraag ik me af, hoe heeft Audrey gereageerd toen vanuit de SV dat verzoek werd ingediend? Mogen we het zo gaan noemen? Ja, die was zeer vereerd. Kijk, we hebben natuurlijk ook via Marianne toen, hè, want goed, Engels kunnen we een beetje, maar Frans niet. En, we wisten dat Marianne natuurlijk hele goede contact had. Dus, maar zover als ik me kan herinneren, was ze zeer vereerd. En ja, heel erg trots dat we dat deden. En nog steeds, hè? En nog steeds. En nog steeds. Ja? Dat zit zo diep. Ja, ze kon er helaas dus niet bij zijn. En ze gaat er volgend jaar absoluut bij zijn. Maar door haar werkzaamheden kon zij en Noah er niet bij zijn. Maar zij is zo trots dat dit, en ook haar hele familie. En heel de achterban daar in Frankrijk, die vinden het echt fenomenaal. Dat dit nog steeds zo gedaan wordt. En ze vinden het echt fantastisch. En dat is zo'n mooi eerbetoon voor hem. Ja. En zo blijft hij levend bij ons allemaal. Ja. En ja, elk jaar moeten we daar een traantje om lachen. Of om ja, huilen. Ik snap het. Om huilen. Ja, een lach en een traan. Ja, een lach en een traan. Want ook de mooie herinneringen halen we dan op. Want hij vond het fantastisch. Toen hij hier kwam, toen vond hij fantastisch dat hij... Martin Sturkenboom was toen directeur, zeg maar. Ja. En die alle deuren waren bij ons open. In Frankrijk is het, heb je echt een directeur... Dan zie je de directeur geen eens. En hier... Helemaal gesloten van ja, helemaal gesloten, ja. En hier zei hij gewoon, hey, ik ben Martin. En kom, zal ik jullie even met mijn auto eventjes huizen laten zien? Weet je wel, zo ging het. Ja, en hij zegt, ik vind dit zo'n fantastische club. En hij is vanaf het begin is hij echt helemaal gek op FC Utrecht geweest. En hij wilde echt bijtekenen. En, ja.
Helaas is het fout gegaan. Het mocht niet zo zijn. Nee. Nee. Wat we net al zagen is dat Jean-Paul de Jong uiteindelijk de trofee die hij won terug heeft gegeven aan Audrey. Hoe zat dat? Ja, ik vond het een heel mooi gebaar. Ja, ik word een beetje emotioneel ervan. Maar ja, heel mooi. Ja, ik weet niet of we minder emotioneel gaan worden van het moment wat we nu gaan doen. Maar kijken naar de speech van Jean-Paul de Jong. Daags na het overlijden van zijn teamgenoot, zijn maatje David Di Tommaso. Samen hebben we veel gewonnen en ook verloren. Maar dit is onze grootste nederlaag. We moeten helaas verder zonder jou. Maar we staan voortaan wel met z'n 12 op het veld. Want jij zou altijd bij ons zijn. Ja, een emotioneel en tegelijkertijd een mooi moment misschien wel. Op het hoofdveld van een stadion Galgenwaard. Zo net na het overlijden van David Di Tommaso. Als je deze beelden zo ziet, dat gaat wel een beetje door merg en been, toch Teun? Ja, weet je, het blijft natuurlijk fantastische beelden. En ja, daarvoor ben ik wel trots op Utrecht. Dit is wel, dit kan bij FC Utrecht. En dit is echt, dit tekent de club. En ik ben er wel trots op dat wij daar onderdeel van zijn en dat we dit soort zaken gewoon kunnen blijven doen. Ja, zo is nu ook nog steeds het contact met Audrey. Dat is echt uniek. Ja. En wie heeft besloten, rug nummer 4, nooit meer, is maar voor 1 persoon? Is 1 persoon. Ik kan me wel herinneren, een paar jaar na het overlijden, toen zag ik Noah, Di Tommaso. Mm-hmm. En als er 1 verdient, dan hij mag dat doen. Ja, hij heeft over het veld gedarteld met dat shirt, hè? Ja, een paar jaar geleden. Het zijn hele mooie beelden. Weet je. Dan blijft het. Kijk, er is er maar 1 die dat mag dragen, en dat is Noah. Ja, helemaal met je eens. Ook een super aardige jongen. Ja, we gaan het wat luchtiger maken. We gaan naar Zeist, naar Van Veluwe, want dat is dé plek waar er allemaal wordt gemaakt. De David Di Tommaso trofee, elk jaar weer. Mijn naam is Henk Stormbroek. Ik werk hier bij Van Veluwe. Ik doe de commerciële dingen hier, zo verkoop. En sport is mijn passie een beetje. Dus als het over sport gaat, ben ik al gauw aan de beurt als er wat verkocht moet worden. Van Veluwe, dat is een bedrijf die produceert kleine metaalwaren. Dat doen ze al een hele poos. Het bedrijf bestaat al bijna 80 jaar. Er zijn schalen natuurlijk die bij de andere kampioenen gegeven worden. Er is een grote beker waarom gespeeld wordt, de dennenappel en al dat soort dingen. Daar zijn wij aan de beurt om het te maken. En een andere mooie prijs die hier wordt gemaakt. De belangrijkste voor ons, de Dito-trofee. Jazeker, dat is heel erg bekend bij ons natuurlijk. We waren ook zelf ook heel erg geïmponeerd toen. Hè, wat er allemaal gebeurd is bij FC Utrecht. En dat hij op deze manier geëerd wordt. Dat vonden we ook heel erg mooi. En daar wilden we graag aan meewerken. Daar zijn we trots op. We gaan de fabriek in. Dat lijkt me een goed plan. We hebben het er straks al even over gehad. Maar nu zijn we dus echt op de graveerafdeling. Waar de schaal voor het Di Tommaso gegraveerd wordt. En achter me wordt dat op dit moment gedaan. Nou ja, hier gebeurt dat een verzilverde schaal, dat daar een tekst in gegraveerd wordt. Dat wil zeggen eigenlijk gekrast. Zodat de letters duidelijk leesbaar worden op die schaal. Maar je haalt dat stukje zilver een beetje weg. En dan krijg je daar doorheen weer die missing kleur. Zodat je dat goed kunt lezen. Maar spelers die zo'n schaal ontvangen, die ontvangen dus niet zomaar iets? Nee, zeker niet. Dat zijn echt dure dingen. Dat zijn echt dure prijzen. Ja, kost veel geld. Ja, van de huidige FC Utrechters won Michael Silberbouwer de prijzen in 2009. In 2013 was het Mike van der Hoorn. In 2018 Mark van der Marel. En in 2021 Sander van der Streek, onze trotse nummer 10. Na de wedstrijd tegen FC Emmen was het uiteraard tijd voor een nieuw hoofdstuk in het boek de David Di Tommaso trofee. En ik kan een heel verhaal houden, maar ik begin gewoon met de nummer 3. 17,7% van de stemmen. Vasilas Barkas. De nummer 2. Taylor Boet.
Utrecht bestaat heel veel jaar. Maar Utrecht heeft nog nooit de topscorer gehad in de Eredivisie. Dit jaar hebben we hem. Hij is niet alleen topscorer van de Eredivisie, maar ook de winnaar met 40,6% van de stemmen. Doevikas! Thank you guys. Thijs, wat kenmerkt deze Dito-trofee voor jou? Ja, dit is volgens mij waar het om gaat. Dat je een mooie trofee hebt die door onze supporters echt als publieksprijs aan onze spelers wordt gegeven. Het is fantastisch mooi natuurlijk dat dat elk jaar wordt gedaan. Langs de traditie die er is met die Tommaso. Als eerbetoon ook aan hem. En tegelijkertijd ook als eerbetoon, ja, nu dan voor Tasos. En een enorme prestatie die hij dit seizoen heeft geleverd. Het is een bijzonder iets. Het is uiteindelijk een soort van waardering voor wat je er allemaal in stopt. En ja, dus dat is wel heel, heel bijzonder. Ja. Sander, wat vind je van deze uitkomst van de Dito-trofee? Ja, ik denk wel terecht. Tasos, natuurlijk topscorer van de Eredivisie, hartstikke verdiend. En hij heeft het hartstikke goed gedaan dit seizoen. En ja, het is een tijd geleden dat we een topscorer hadden in Utrecht, toch? Jij bent ook hoe het is om hem te winnen. Wat gaat er dan door je heen en wat voel je op zo'n moment als je die supporters ziet en ze zingen allemaal je naam, et cetera? Gewoon waardering en ja, het is gewoon prachtig. Het is een hartstikke mooie prijs en ja, je moet hem gewoon houden. En ja, daar is het terecht de winnaar. Ja, twee Grieken en een Amerikaan, de winnaars van de David Di Tommaso trofee van het seizoen 2022-2023. Soms, Teun, is het best wel spannend, die uitslag, procentueel gezien. Ja. Was dat dit seizoen ook? Nou ja. Nee. Totaal niet, nee. Hè? Nee. Nee, ik ook supporters die je aanhielden. En als je gewoon een beetje op internet kijkt en op de socials, dan was wel snel duidelijk dat Tasos ja, minimaal in de top 3 kwam, maar ja. Meesje noemde naam. Ja. Ja, maar is het ooit echt een nek-aan-nek race geweest? Nou ja, weet je, er is wel eens een keer campagne gevoerd voor spelers. En, maar het is ook wel eens nek-aan-nek geweest. Maar meestal is het toch wel één speler die er echt wel bovenuit torrent. En die dan toch de prijs wint. Ja, ga ik even naar jou toe, Marcel. Zijn er nog leuke dingen die jij te weten bent gekomen als je deze uitslag vergelijkt met voorgaande jaren? Nou ja, het is de tweede keer dat het alleen maar buitenlanders zijn. Of oh ja, ja, buitenlanders, ja. Buitenlandse spelers. Ja, hoe moet ik zeggen? In 2010 ja. Hadden we Dries Mertens als eerste. Twee was Mia Inesu. En drie onze trainer Michael Silverbauer. Ja, en hebben jullie al Oezo en Mitos achter de bar in het home? Ja, ja. Ja, ja. Kijk eens. Daar zijn ze hoor. Ja, die kennen ze wel, hè, deze jongens. Dus, zijn ja. Ze vaak te vinden in het home trouwens? Want ik heb wel eens verhalen gehoord dat ze er niet vies van zijn ze, om... Wij achter de bar krijgen er weinig van mee, want daar komt zo een meute mensen op af. Ja. En iedereen wil met de jongens op de foto natuurlijk. En ja, de kast moet ook blijven lopen en de tap moet blijven draaien natuurlijk. Dus dat, wij krijgen niet de kans om eens een keer met de jongens op de foto te gaan, maar... Die gelegenheid pakken we vandaag natuurlijk wel weer even aan. Die ga je zo meteen gewoon pakken in Café Galgenwaard. Ja. Daarom zijn jullie hier vandaag ook. Hè? Genieten jullie er wel een beetje van dat dit soort jongens ook gewoon in het home te vinden zijn na een thuisduel? Ja, dat is geweldig. En dat geeft zo'n positieve boost aan al de supporters. Want iedereen kijkt er eigenlijk naar uit. Ja. Maar het is wel zo natuurlijk dat met een overwinning mm-hmm. is het altijd veel leuker als dat je... of gelijk speelt of een nederlaag leidt. Met nederlaag is het meestal niet zo gezellig, maar met een overwinning is het feest... Zonder meer. Ja, ik zie Tasos al knikken, hij is het helemaal mee eens. En jij zei het al, Marcel, lang geleden dat drie buitenlandse spelers in de prijzen vielen. Ga ik toch een beetje naar jou kijken, Alexander. Okay. Dit heeft allemaal met jou te maken. Jij als begeleider van de buitenlandse spelers. Ik zie wel een raakvlak. Nou ja, dat weet ik niet. Maar ja, goed, ik ben er natuurlijk wel trots op. Dat toevallig drie buitenlandse jongens het hoogst gewaardeerd zijn door onze supporters. Dus nou ja, dat Tasos ging worden, dat hadden we al snel door. Mm-hmm. Op een gegeven moment toen Vasilis zijn goal heel vaak schoonhield, dacht ik, dat is ook nog een grote kans. Ja, de clean sheet man. Ja. En toen het nummer werd gemaakt voor Telen, dacht ik, nou, dat zou ook nog wel zo kunnen. Maar nee, ik ben heel trots op deze drie boys, mannen.
Dus leuk, heel leuk. Ja, yeah, yeah. I heard about Daddy Cool, Daddy Cool. But now it's the Taylor Booth. The better version. Yeah, the better version. Better version. Yeah, but you already knew the version of Daddy Cool. No, this was actually my first time hearing the first song. Time. Yeah, and I like the remix more. I think it's a lot better. So you know the Taylor Booth version, but not the lyrics of Daddy Cool. Exactly. Is toch geweldig dit? I'm from the new. I'm from the new generation. Yeah, right? Yeah, I don't know the old music. Ja, Daddy Cool had hij toch wel kunnen. Ja, zeker. From your parents. No? My parents, yeah. But not me. Yeah. How big is the role of Alexander in your success? I think it's huge for us when we're coming to a new country and a new environment. I think to have someone that you instantly feel connected with mm-hmm. is something that's it's super special because you're so out of your comfort zone, and when you have someone like Alex who instantly feels like a family member mm-hmm. or a second father, it's it makes the adjustment a lot easier. Yeah. Do you also sometimes ask some heavy or stupid things to Alexander? That you yeah. What kind of questions? To be honest, he helped me a lot because Taylor and Tassos, they are alone here, mm-hmm. but I have a family, and he helped a lot with my wife as well. And I want to say thank you to him. And I think my wife is the first person he sent message when she left from here. And it's really emotional for her, and I want to say thank you. Yeah, you're welcome, my friend. You're welcome. You know. Ja, is het echt zo dat ze zijn nu nog een beetje verlegen en een beetje nuchter, maar ze stellen toch ook wel af en toe wat ondeugende vragen dat jij denkt, ja, tuurlijk, Taylor, Vasilis op tafel, zoals deze vraag even lekker niet bij mij neerleggen? Nou ja, tuurlijk gebeurt dat ook, weet je. Alleen in het begin ben je er, wat Marianne vroeg heeft mogen doen voor de club, daar hebben we gewoon iets meer, we waren daar nog meer kracht achter zetten. Ook omdat er natuurlijk steeds meer buitenlandse spelers naar de club toe komen. Dus het hele onboarding traject dat we hebben ingericht, waar Marianne ook heeft bij geholpen, nemen zeer serieus. En tuurlijk heeft het ook met de persoon te maken. Je moet gewoon, net als Marianne, een sociaal dier zijn en oprecht geven om mensen om het goed te kunnen doen. Ik denk dat ik dat doe. Ik heb zelf natuurlijk ook mogen voetballen, dus ik weet ook een beetje wat het is om op jonge leeftijd naar het buitenland te moeten gaan. Dat is niet niks. Iedereen ziet alleen maar romantische dingen daarachter, maar reken maar dat niet altijd zo is. En ik ben nog heel blij met deze mooie woorden. En het is gewoon mooi. Ja, yeah, Taylor, we have known you now as footballer, but your life behind the pitch. Do you think you can compare it with the life in America or, for example, Italy, Germany, where you also lived? Yeah, I think it's obviously different from being a footballer because people mostly only know us from on the pitch. Mm-hmm. I moved away from America when I was 16. So being able to experience different cultures outside of the country that I know was, I think, very, very important for me as a person. Yeah. What's the most different thing in Holland? You'll be quite surprised about. Yeah, I think biking in the rain. Biking in the rain. I think you guys. Yeah, that's a typical name. The Dutch are crazy with that. The Americans, we don't do that. Yeah, and the supporters, the Bunningsiders, they have voted you as the players of the year. But what's your player of the year for you personally in the selection of FC Utrecht? This guy right here. Yeah, for Tassos. You. He's the winner for a reason. Your favorite player in the selection of FC Utrecht. I cannot say myself, of course. And, you can. You can. You can. You like can. Yourself so much. No. No. I think Vasilis because he's my friend also. So. Yeah, that's why. Yeah. I select Vasilis. Ja, laten we gaan terugblikken op seizoen 2022-2023 van FC Utrecht. Het jaar van 15 overwinningen, 9 gelijke spelen en 10 nederlagen. 54 punten in totaal en een 7e positie in de Eredivisie. Brouwers, Dost, het is werkelijk waar. Niet te geloven. Valse start voor Utrecht. Want na de gelijke spelen tegen RKC en Cambuur, nu een nederlaag in Emmen. En daar is hij, de hat-trick van Doefikas. Terug van de streek, Boelt langs. Ja, Boelt! Hij verdient het, want hij speelt een goede wedstrijd. Voor de 5-5, ja! Vitek stift hem over de keeper heen en scoort. Vitesse gaat winnen van Utrecht. Voorzet, daar is de kans in de goal. Door naar de halve finale van het bekertoernooi. Op de Bordeaux helemaal vogelvrij. Dost, 1-2.
zou het verhaal van de middag voor Twente wel compleet maken als Utrecht op voorsprong komt. Schot en die schiet door en die is binnen. En het is Doefikas! Het is Doefikas! Met 70,6% van de stemmen. Doefikas! Ja, aan een turbulent jaargang van FC Utrecht kwam op 28 mei dus een einde van een moeizame start. De rug recht, een trainerswissel. Pijnlijke uitgeleiders en doelpuntrijke uitduels. Het was een seizoen waarin echt van alles gebeurde. Tasos, your best experience of the season? My best experience, yeah. I think it's the game from against AZ, the 5-5. I think it's something special for everyone that played this game. It will be always in my memories, I think. Yeah, do you think Vasilis thinks the same? he don't care about me. yeah, I can say my other hat trick, but we also are 4-3 in this game. Yeah, always so when he scored, we consider. Yeah, I think in my hat trick, at least he received 3 goals, so it's not a good experience for him, but it's for me. But okay, he have a lot of clean sheet this year, mm-hmm. So it's okay for him. Yeah, you enjoyed the year. Yeah, a lot. Yeah. I have a really nice time. It's really nice that I have also one more Greek guy with me, and Vasilis, we have a very good friendship. And yeah, it's a year that I will definitely don't forget all over these years. Yeah, Vasilis, how big is your part in the success of Tasos? I think we are good. Like we make good combine. Like how can I say? Yeah, I think I helped him a little bit, as he helped me also, as well. And yeah, that's it. I think I believe in him, mm-hmm. And doesn't matter if it's me or someone else. It's that the way it worked, like he worked, and is the time that he spent in the gym and in the training ground. Yeah, if it wasn't that year, it would be the next. So yeah, it happened this year. Yeah, and I'm really happy about him. And yeah, for sure, he will miss me for sure. You will miss him. Yeah. It's true. It's true. And yeah, I wish him the best, all the best. Yeah, because you think he will leave, you will leave, you will be separated next year from each other. Yeah, it's more possible. I don't know yet, but it seems to be. It's the future, we will see. Yeah. Taylor, you have such a lot of confidence in Tasos, right? See this moment in Amsterdam. Is it true you already celebrated before he shoot it? Look to yourself. Yeah, I think this you is did. Again. Again. I think he won't pass. He won't pass in the ball. What does it look like? This shows his quality. I saw him 1v1 against the defender. I played the ball to him, and then it was 1v5. Yeah. And it shows what he can do. He scored a goal against 5 defenders. Yeah, so. But were you cheering before he shoot it? Yeah, I think I saw the little space he had, and you know, when he's in the box with a little bit of space, there's a good chance it's going to be a goal. Yeah, you've given 4 assists this season, 3 on Tasos. Is it just random, or do you have a real good connection? I think it's a good connection. Yeah? Yeah. Nice to hear, right? Yeah, I agree also. Every time that Taylor has the ball, I make for sure a movement, and yeah, most of the times I get the ball. I think the most the goal against AZ. Yeah, it's true. It was crazy. The distance between the yeah, but it ball. Was the perfect pass. It makes the job very easy for me. Ja, het is natuurlijk zo dat zijn successen, die van Tasos Doefikas, niet alleen in Nederland en Utrecht bekend zijn, maar ook zeker in zijn thuisland, oftewel Griekenland. Γεια σου Τάσο, συγχαρητήρια για την υπέροχη σεζόν που είχες στην Ολλανδία και ελπίζω μια μέρα να σε δούμε και στην Εθνική. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Όλα καλά. I hope the best for you, my friend. Oh baby, mama. Πρώτο σκόρερ, εύχομαι σε αυτό το παιδί να είναι καλά σε υγεία
Je patanik is only for Utrecht. Γεια σου, Δουβίκας. Συγχαρητήρια. Είχες πολύ καλή σεζόν. Τάσο, είσαι μεγάλη παιχτάρα. Έλα στο Παναθηναϊκό, σε θέλουμε σαν πούστιδες. Τάσος Δουβίκας. All the best. Φιλάκια. From Greece, from Rodos. Ja, en ook dat 19e doelpunt van onze spits is niet onvoorbij gegaan in Griekenland. Het kruisje wordt vrolijk gezet. Mooi jaar voor Doevikas was het absoluut. Tasos, what do we have to do to let you stay here in Utrecht? We don't want you to leave. No, the truth is that I have a lot of big ambitions for myself. And of course I work to be in the top level. But I really love Utrecht. I really, if I leave, I will miss it for sure. But I really don't know what will happen in the future. Yeah, a few years ago we made a shirt, especially for Sebastian Haller, to let him stay in Utrecht. We also make for you the hat. So, yeah, it's really nice movement as a banner also, and it's movements that I really want to stay, but I really don't know. Ja, gaat voor jou wel vervelend worden zometeen, Alexander, om hem kwijt te raken? Ja, nee, dat is jammer, maar dat is uiteindelijk wel waarvoor we dit soort jongens natuurlijk ook halen. Dus ik weet ook in het begin... Ja, mogelijk kwijt te raken, want ik zeg het nu wel zo stellig. Maar nee, tuurlijk, maar het kan niet. Ook had dat nog 2 jaar kunnen duren. Maar je weet natuurlijk dat ze niet 10 jaar bij Utrecht blijven spelen. Die tijden zijn voorbij, helaas. Of ja, op een enkele na. Ja. Dus ik gun het hem heel erg van harte en ik gun het eigenlijk iedereen. Ze komen allemaal naar Nederland om een volgende stap te kunnen maken. Mm-hmm. En als wij dat hun kunnen bieden om die ontwikkeling door te maken, is het fantastisch. Dus ik zwaai ze uit met een grote glimlach en ik ga ze gewoon opzoeken. Taylor, you will shine in the Utrecht jersey next year? I don't know, we will see. I will make the decision in the summer. But as of right now, I'm planning to be here next season. Yeah, we don't like to see him leaving the club. Fassini isn't even Jew. Yeah, but then it's if players are leaving and making big money for the club, I think the club has to take it as a positive. You know, it means they're doing something right. Yeah, Vasilis, we had an interview a few weeks ago. You told me I rate my time in Utrecht as a 10. Why? Because I like it here. I enjoy football here. I enjoy my time outside of football here. My family, they are really happy here. So. Is het 10 voor me, ja, of course. Ja, we begonnen de uitzending al over de David Di Tommaso trofee uitreiking, uiteraard. En we gaan nu naar Van Veluwe, terug voor het item museumstukken, de rubriek van Marcel. Voor deze aflevering van Museumstukken zijn we afgereisd naar Zeist, naar het bedrijf Van Veluwe. En daar heb ik een afspraak met Henk. En we gaan Henk eens even vragen of hij iets meer kan vertellen over dit mooie item. Ja, wat heb je daarbij? Ik heb een van de verzamelitems die ik in mijn museum heb ik meegenomen. Dit is de trofee die ooit gemaakt is voor de David Di Tommaso Memorial Game. Ja. En ik had er wat vragen over. Zeg het maar. Hoe gaat dat in zijn werk? Want ik neem aan dat er een tekening wordt gemaakt en dan wordt er iets van een stempel iets. Ja, die tekening wordt er gemaakt. Dat is in overleg met de supportersvereniging gedaan. En van die tekeningen gaan wij dan een stempel maken, een stuk staal waarin we dus uitfrezen. Wordt in een machine gehangen en dan... Geef je dan, er komt een stuk messing te liggen en die krijgt dan een klap op zijn kop. En dan heb je daar een medaille van. Ja. Ik kan me dat nog wel herinneren dat gebeurd is. Dus wij hebben het stempel hier, we hebben het gemaakt. Ja. En hoe lang is daar tijd voor nodig om dat te maken? Tekening gemaakt, dat kan op zich wel snel, maar je hebt er altijd nog wel een paar, 2-3 weken nodig om dat helemaal voor elkaar te krijgen. Ja, einde van het seizoen kwam eraan en toen moest dat allemaal uitgereikt gaan worden. En hoeveel zijn er? Hoe bijzonder is deze? Ja, deze is wel... Ik doe het even uit mijn hoofd, maar ik denk dat er een 30, 40 van gemaakt zijn. Ja. Dus er zijn niet zoveel van, hoor. Ja, want als het goed is zijn de spelers van Utrecht, de spelers van Monaco, de staf die hebben gehad. Ja, ja. En uiteindelijk heb ik er ook een. Ja, nou ja, misschien dat er iets meer zijn, dat het dan 50 zijn, maar dan houdt het wel op. Nou, dat vind ik dan weer jammer. Ja.
Ja, een mooie munt. Ter nagedachtenis aan David Di Tommaso. Hoe blij ben je om dit stuk te hebben in jouw verzamelingen, Marcel? Ja, heel blij. Ik bedoel, volgens mij hebben alleen de spelers, de staf en de tegenstanders hebben er één. Ik heb er dus nu ook eentje. Ja. Dus ja, dat is wel bijzonder. Ja, veel wijzer geworden bij Van Velo ook, hè? Ja. Ja, dat is een mooi proces. Ja. Hey, en dat shirt, hoe uniek is dat? We zien hier ook twee hangen van de, noem het een memorial game voor Davy. Ja, thuisshirt, uitshirt, of uitshirt, hè, de shirt van Monaco. Ja, dat hoort bij die penning. Ja, dat maakt het verhaaltje wel compleet. Ja, en over Davy gesproken, want jij had nog een leuk feitje al, over nummer 4 gesproken. Ja, volgens mij was het zo dat Fouke Boy die had aangegeven dat nummer 4 eigenlijk niet meer mocht. Nummer 4 moest mee terug met de familie Di Tommaso naar Frankrijk. Vandaar dat we dus nummer 4 niet meer hebben als rugnummer. Ja, over iets gesproken wat terug moet naar Frankrijk. Remco Neus is hier aanwezig in Café Galgenwaard en die heeft nog iets speciaal voor jou, Marianne. Hey Marjan, het is een shirt wat Tommaso gedragen heeft in de periode bij Monaco. Dat is emotioneel, maar dat hoort gewoon terug bij de familie in Frankrijk. Als jij dat zou willen overhandigen, dan zijn we heel dankbaar voor. Oh, wauw. Ik wens je al het geluk. Dankjewel. Ik weet zeker dat Audi en Noah dit fantastisch vinden en dat hij een hele mooie plek gaat krijgen. Ik ga er een foto van maken als hij er is. Leuk. Ik ga binnenkort weer naar ze toe. Dus het komt helemaal goed. Dankjewel. Wauw. Mooi zeg. Ja, tot zover Café Galgenwaard van dit seizoen. Over een paar maanden zijn we uiteraard bij je terug met een kerstvers seizoen. Mooi dat je keek naar ons programma dit seizoen. We gaan genieten van een mooie zomer. Mensen, hoppa. No, jamas first. Jamas. Wacht. Jamas. Ja, wacht. We have to do it in... We have to do it... We have to do it... We have to do it immediately. Hoppa. Joppa. Jamas. And then drop it. Ja, tot zover Café Galgenwaard van dit seizoen. Mooi Grieks thema vandaag dus in de uitzending. Over een paar maanden zijn we bij je terug met een nieuw seizoen. Nieuwe invulling, nieuwe gasten. Laat je vooral verrassen. Ik zeg mensen, proost. Of eigenlijk beter. Jamas. Jamas. Oh jongens, daar gaan we. Ja? Let's go. Oké. You can first. Oh, man. Wow.